van 63-77 het resultaat in de eerste fase. Mulders Viana nu. Nee, ik zie Nicky omdraaien. Nicky Geenens met Chelsea. Claire Failly heeft een klacht ingediend voor het oproepen tot geweld en het aanbrengen van vernielingen. Er waren gisteren protesten aan een schooltje in Schaarbeek, waar ten onrechte werd gezegd dat er een meisje van 4 was misbruikt. Verschillende ouders kwamen protesteren aan de school en er werden enkele ramen kapot gemaakt. De politie moest ook traangas inzetten. De burgemeester van Schaarbeek is niet te spreken over het gemeenteraadslid van de partij CDH, dat via sociale media de berichten had verspreid. Hij eist dat CDH het gemeenteraadslid uit de partij zet. Vandaag is in ons land 1 mei gevierd, de dag van de arbeid. Verschillende politici hielden daarom ook toespraken. In Ninoven heeft de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken, tijdens een toespraak 3 beloften op tafel gelegd. De partij wil een minimumpensioen van €1.500 en een verlaging van de btw op elektriciteit. Vlaams Belang pleit ook voor een extra inkomen van €125 netto per maand. Tom van Grieken vertelt waar hij dat geld vandaan zal halen. Wij willen dit financieren door te besparen op een Belgisch systeem. Want er vlucht nog steeds 7 miljard euro van Vlaams geld naar Wallonië. Door te besparen op de immigratiepartij waar niemand heeft om gevraagd. En door te besparen op het politieke systeem. Want dit land telt veel... Foutloos en een tijd van 24-84. Dat betekent de voorlopige eerste fase plaats voor Chelsea en Nicky Geenens. Gaan we nu kijken naar Peter van Migroet met Nemma van Plutoniahof.